Oh my god. Is het goed? Ja, denk ik. Rolling. Check. Check. Een beetje nervous. Nee, gaat goed. Doe jij de intro dan? Ja. Gewoon. Hoi allemaal. Zo? Ja. Hoi allemaal. Nee, ik ga hoi allemaal zeggen. Oké. Okay. Hoi allemaal. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met Maggie. The one and only. Ja, misschien kennen jullie haar wel van de vlogs. En ja, als je haar niet kent. Nou, dit is Maggie. Nou, Maggie. Is Italiaans. Is Italiaans. Maar woont nu. In Amsterdam. Ja, hoe lang? 5 jaar. Ja. Fucking man. Maar die meid praat gewoon nooit Nederlands. Nee. Nooit. Terwijl ze kan gewoon Nederlands. Dus ik dacht, hoe leuk. Kom even mee, ja. Ik dacht, hoe leuk als we een video gaan opnemen dat Maggie de hele video Nederlands moet praten. Ja, ik ga even proberen. Ja. Ja, ja. En ja, ik moet. Ja, je moet. Mijn vriend is Dutch. Ja. Oh, Nederlands. Nederlands. Ja, dit wordt hartstikke leuk. Oh, en ik dacht, misschien wel leuk om even iets erbij te doen natuurlijk. Want ja, we moeten wel iets hebben om over te praten. Dus hebben we allemaal kleding geshopt bij Naked. Oh, ik ben zo benieuwd op deze doos. Ja, het is... zit hier in 1 week, hè? Ja. Ik moet wachten voor deze video. Kijk. Oh mijn god. Het is echt bizar. We hebben voor €750. Oh, ja. Ik ben echt... Ja. Maar... ik heb natuurlijk ook een kortingscode voor jullie. Dat, daarvoor zijn jullie hier natuurlijk. Dat is Sarah Verwoerd. Zal hier in beeld staan. Jij kent het al. Jij weet het al. En dan krijgen jullie 20% korting. Maar het staat ook allemaal in de beschrijving. Link staat in de beschrijving. Dus ben je benieuwd? Check de beschrijving. En voordat we beginnen met de video, moet je natuurlijk een blauw duimpje omhoog geven. En subscribe. Subscribe, abonneer. En support your girl. Instagram, TikTok. Altijd. Staat support hier in beeld. Altijd. Ga Maggie volgen op TikTok, want Maggie gaat dus ook Nederlandse... TikTok starten, maken. Ja. Nee. Ja, ja, starten, maken, allebei. Oh! Het is echt zoveel. Fuck. Oh. Zo. Oh my god. Wow. We hebben ook zelf een geitjes, dus we zijn hetzelfde. Is dit de grootste dingen? Die ik ooit heb gehad. Ja. Ik denk het wel, ja. Echt veel. We hebben ook... van de Rianne Meijer collectie. Oh ja. Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Ja. Oké, laten we het een beetje verdelen. En dan gaan we om zijn beurt een item doen. Ja? Oké. Ga jij maar beginnen. Ja? Oké, okay, ja. Nou, ik heb deze topje. Deze ken je al. Ja. Oké, okay, nou. Sarah heeft deze in zwart. Maar ja. Sadly, het was uitverkocht. Nou, ik heb deze in beige. For summer, ik denk dat is best nice hoor. Ja. Toch? Heel, ik vind juist wel leuk in deze kleur. Ja? Je kan toch die zwarte van mij lenen. Ja, en jij ook deze. Ja. Bestie. Maar bij jou staat die wel mooier, want je hebt gewoon iets meer boobies. En ik niet. Ja. Oh, maar wacht, deze is... 34. Ja, je hebt 36. Oh, dus dat is misschien deze wel beter zelfs. En je hebt de elastiek. Nou, ja, dit is perfect volgens mij. Ja. Nou, ik heb deze topje aan. Ik vind het zo mooi. Veel beter dan de zwarte. Mm-hmm. Ja, de maat is 34. Ja. Nou, zo past precies. In, oh, maar je normale maat is niet echt 34, dus je moet wel een maat kleiner bestellen. Ja, ja. Als je big boobs hebben, volgens mij is het beter. Nou, ik vind het echt zo mooi. Ook voor de zomer. Ja. Nou, perfect. Ik ben echt blij. Woehoe. Dan begin ik gewoon met bovenaan. Ik denk dat dit gewoon een soort top. Oh, het is een mesh topje. Ja. Huh? Is een body? Zo. Het was één one side. Zo. Wel, misschien wel leuk voor morgen. Ja, nog gewoon een zwarte BH. Ja, het was BH. Dus het gaat zo. Oh, is wel lang hoor. Wel heel lang. Ja, dat is wel nice. Ja, dan hier zit het sexy zo. En see-through. Oh, echt mooi. Kijk, dit is achter... Ja. Ja. Dus wel, ik dacht wel leuk voor uitgaan. Ik heb zo weinig uitgaantopjes. Ja, ik ook. Ja, ik moet echt meer. Want elke keer denk ik, wat de fuck moet ik aan? En dan heb ik altijd hetzelfde aan. Geen dat tegen okay. Zich. Nou, ik heb lekker mijn joggingbroek aan. Maar nou, ik vind die top heel erg leuk. Ja. Ik heb er nu een soort strapless BH onder. Een zwarte, maar... Ik vind het perfect voor een natje uit. Ja? Echt heel leuk. Dus, en dan is het hier dus een beetje zo... Ja. Oh, ik vind het echt zo mooi. Zo, maar hier dan niet. Maar... Niet normaal. Misschien ga ik deze donderdag wel aandoen.
Morgen gaan we uit. Ja, en de maat is ook perfect. Gewoon maat S. Gewoon precies hoe je moet zitten. Dus, nou, helemaal leuk. Ja. Hey, nee. Oh, dit is van de Rihanna Meijer. Oh, die heb ik ook. Zijn... Die vond ik zo leuk. Toen dacht ik, die moet ik ook. Dus, ja. Want Maggie had hem eigenlijk uitgekozen. Oh, die is fucking lang. Ik ben echt een mini person, ja. Hè? Ja, hoe lang ben jij? 1,60. Ja. Maar dit is zijn leren broek. Oh. Ik vind hem fucking mooi. Oh, kijk. Maar wel lang. Oh. Maar ja, op zich vind ik het... Ja. Misschien moet je het even aan hebben. Oh. Wel mooi. Oh. Ik denk dat hij voor mij... Ja, bij mij... Nee, ja. Maar hij is hoog. Hè. Hij is echt high-waisted. Oh, oké. Okay. Nou ja. Volgens mij is hij een beetje... Like zo. Ja. Heel high-waisted. Maar ja, kan goed. Ja, Isabel heeft deze dus ook. En ik had hem gepast. En toen was hij perfect. Ja, maar ja. Je bent een beetje... Ja, Rihanna Meijer collectie. Leuk! Ik ben benieuwd. Nou, dit is een beetje een fail voor mij. Dat zijn echt mooie leren broek. Maar ik ben echt een kleine meid. Dus ze zijn fucking lang. Oh, ik kan niks zien, maar ze zijn echt lang. Dus als je 61 bent, de 36 is niet je maat. Nee. Je moet echt in kleine maten doen. Dus is... veel te groot. Nou, ik ben echt niet blij. Nee. Kijk, mensen, hier kunnen dit zien. Nou. Echt veel te groot. Ja. We kunnen ook dit doen, hoor. Ja, of je moet hem laten innemen. Ja, zo. Ja, maar ja, ze zijn ook een beetje groot hier. Bij je zak. Ja. Bij je balls. Oké, nou, bij mij is het natuurlijk weer perfect. Maar ja, ik ben dan ook wel 10 centimeter langer. Ben jij 10 centimeter langer? Ik ben 1,70. Ja, en dat is mooi. Maar ja, bij mij is het dus perfecto. Ja. Dat 36 dus is top. Ik wist niet dat wij zo'n hoogteverschil hadden. Ja, ik ben echt een kleine meid, hè? Ja. Wel, ik ben ook niet mega lang of zo, maar... Ja, ja. Maar 10 centimeter is... Dus stel je bent echt richting de 1,75, 1,80, dan is dit weer... Te klein. Te klein. Beetje kut. Maar ja, kan goed. Ja. Is het echt goede kwaliteit ook? Ja, hè? Ja. Oké, dan heb ik ook uit de Rihanna Meijer collectie deze trui. Eigenlijk is de winter alweer bijna voorbij, maar... Nee, maar in Amsterdam is fucking koud. Vandaag? Of nee, gisteren sneeuwde het gewoon. Ja! Jongens, ik... Echt random, oké. Ik volg het niet meer, hè? Ja, vond ik wel een grappige trui. Ook wel leuk. Nee, ik vond het best... Ja, cute. Ja, ik vond het wel grappig. Oh, zo soft. Gewoon echt zo'n lekker truitje voor kantoor. Gewoon, het is gewoon net, netjes. Oh my god, echt cute. Het is gewoon netjes, maar wel lekker comfy. Ja. En zacht. En gewoon leuke kleurtjes. Ja. Ook wel leuk op die broek misschien. Ja. Deze heb ik in maat S. Er zijn wel echt veel leuke dingen bij haar collectie. Oh my god. Gebeurt hier. Maar in ieder geval, deze trui zit echt heel erg goed. Heel erg leuk op deze broek. En hij is zo zacht. Ja. Het stofje is echt heerlijk. Maar je kan het ook gewoon zo dragen. Gewoon zo een beetje in je broek. Maakt niet echt uit. Alles is leuk. Ik heb ook een andere broek. Dit is maat 34. Ik ben een kleine meid. Dus ja. 36 volgens mij is een beetje te lang. Naked valt groot. Ja. Want het is natuurlijk Scandinavisch. Oeh, dit is... Mooi. Een soort van like... Dit past je sowieso. Dit is wel een like joggingbroek, maar wel like... Netjes. Smart. En ik heb... Kijk, hij is ook die slit. Leuk. Ja. Volgens mij dit past wel. Ja, dit is beter. Ja. Leuk, Maggie. Echt leuk voor de zomer. Ja. En de lente. Oh, dit is ook van een collectie. Oh, hoe heet hij? Sanna. Sanna X Naked. Ja. Ja, jij moet echt... Ja. Naked is echt... Groot. Ja. Naked, doe petite collectie. Ja, voor petite girls. Ja. Like Italian. Dit is de andere broek. En deze broek past perfect. Kijk, een soort van joggerbroek, maar wel chic. En hoe zeg je dat? Een beetje een normale broek, maar alleen met de elastieke band hier. Ja. Ik vind het echt zo mooi. En is gewoon een soort pantalon. Ja. En past perfect. Kijk, laat zien. Kijk. Perfect. Perfecte lengte. Ja. 34, nou dan weet je dat nu. 34 is beter voor jou voor Naked. Ja. Heb ik deze broek.
een mom jeans. Oh. Het probleem bij mij in broeken is, maat 36 is eigenlijk perfect, maar past soms mijn kont niet in. Maar omdat het naked groot is, past 36 vaak wel. Maar als ik dan weer maat, zeg maar, groter neem, dan is hij weer veel te groot bij mijn middel. Oh ja. Dus ik heb altijd gezeikt met broeken. Dus ik heb denk wel 20 broeken, maar ik doe ze nooit aan. Omdat het gewoon niet goed zit. Ik heb gewoon even een goede spijkerbroek nodig. Gewoon niet oversized, maar gewoon perfect. Oeh. Oh, dit is wel small waist, denk ik. High waist mom jean. Oh. Nou, ziet er wel goed uit misschien. Oh ja. Oeh, echt mooie kleur hoor. Ja. Oh, let me pray to God dat dit past. Jawel. Ja. Sowieso. Maar het ziet er wel ruim uit hier. Dat heb ik nodig. Zeg maar breed. Ja. Big bunda problems. Ja. Leuk hoor, zo'n grote kont, maar nee. Ja, niet altijd. Nee, niet altijd. Yes, hij past perfect. Nou, ik vind het echt heel erg leuk, want ik heb gewoon heel weinig van dit soort broeken die gewoon goed passen. Veel te groot. Ah, wat zonde. Deze broek dus. Ik heb heel weinig van dit soort broeken, dus vind ik wel leuk. Alleen ik had hem iets wijder verwacht, iets meer zeg maar mom jeans. Maar ja, maakt niet uit. En de onderkant is een beetje zo iets wijder loopt hij uit. Maar hij heeft wel lekker veel stretch. Dus ja, ik ben hier echt heel erg blij mee. Maat 36. Dus valt ook gewoon goed op maat. Heel erg leuk. Zit ook echt heel erg lekker. Dus heel blij mee. Nou, pièce de résistance van mij is deze jas. Ja. Oh, ik ben echt heel blij met deze. Ja, je had eerst eigenlijk een ander. Ja, maar was uitverkocht. Maar deze is ook heel... Oh, dit is echt cute. Heel vet. Welke maat heb je nou uiteindelijk gedaan? 34. Ziet er ook is... groot uit. Ja. Weet je wat, dat je 38 wilde? Toen zei ik, schat, dat moet en je niet gaan doen. En ik heb deze. En ja, zo. En deze toch. Oh, ik vind het echt mooi. Mooi, ja. En mooie kleur ook. Echt voor spring. Ja. Hoe zeg je spring in Dutch? Lente. Lente. Lekker lente. Ja. Nou, dit is mijn jas. Echt een Maggie jas, hè? Ja. En echt? De kleur is echt super mooi. Voor lente. Ja, voor de lente. Zo. En dan kun je ook vast doen hier. Ik vind het echt een chille jas. Ja, hij valt dus wel groot. Want het is 34. Ja, dit is 34. Maar dat is perfect. Dus als je 61 bent, 34 is je maat in naked. Ja. Dus. Topjes, broek, jas, alles. Ik vind deze jas zo cute. Ja. Ik ben echt blij. Nou, dan heb ik ook een jas. Maar eigenlijk is deze helemaal niet lente of zomer vibe. Het is nu bij. Ja, het is echt nu. Dit is hem dus. Een soort leren. Nou, dat is wel leuk, denk ik. Ja. Ik had verwacht dat dit wat nepper zou zijn. Maar het ziet er best wel echt uit. Het is zacht ook. Dus, nou, dit kan nog wel leuk zijn. Ik heb helemaal geen bruine jas, zo in bruine. Oh, ja, ik heb alleen zeg maar beige of witte. Wit. Of zwart. Niet dit. In de brown girl era. Op zich kan dit ook nog wel in de lente, toch? Ja. Want het is zo hier in de Nederlandse lente is niet zo warm. Nee. Zo. Oeh. Ja, nou. Cute. Wel leuk, toch? Ja. Dan door naar de jas. Echt better than I expected. Ja, ik ook. Zo leuk vind ik deze. Ook echt leuk bij deze trui. En ik denk dat het juist eigenlijk een beetje perfect is voor nu het lent voorjaar. Dit is veel te koud in de winter hier. Want je moet dan echt helemaal, weet je wel. Dus dit is eigenlijk perfect. En ja, ik was een beetje bang dat hij er wat neppig uit zou zien. Maar dat is dus helemaal niet. Dus ja, ik ben hier ook heel blij mee. Maat is ook goed. Maat 36. Ik ben helemaal ready to slay. Ik heb ook deze. Deze topje is een oud, even een oud topje. Ja. En deze heb ik ook gejat van Maggie, want die vond ik zo leuk. Die wil ik ook. Ik hoop dat deze past wel. Dus is 36. Maar ja, ik heb grote boobies. Ja. Dus, oh, echt mooi. Oh my god. Dit is niet normaal. Ja, je kan het niet zien. Nee, we moeten dit echt even aantrekken. Oh my god. Dit is echt leuk. Cute. Voor de zomer ook. Ja. Echt zo'n zomertop. Oh, voor mijn graduation. Ook heel mooi. Oh, met een blazer. Ik vind het ook een beetje wedding vibes of zo. Ja, ik ook. En je moet ook die... Niet een BH onder. Nee. Zo'n... Of van die pads. Van die...
Of niks? Of nee. Ja, tape of lakker. Ja. Ja, of boektape. Oh, dat, ja, dat ja. ook. Witte top en oh my god. Ach, deze top niet normaal. Mooi. De rug. Kun je zien? Oh. Perfect voor zomer en ook voor like, een feestje of zo. En hij schijnt helemaal niet heel erg door. Nee, en ik heb ook niks voor mijn boobies of tepels. Nee. Ja. Oh. Ik ben ook heel benieuwd hoe je bent. Ik ben zo talent met deze camera. Ik ben helemaal wit. Oh, ik ben benieuwd op deze. Is niet normaal. Mooi. Kijk dan, hoe leuk is deze witte top. Ja, Meg heeft het net al laten zien, maar het is perfect. Maat S hebben we toch? Oh ja, maat S. Dus ja, heel chic, maar gewoon ja, een feestje. Ja, super chic. Erbij. Dan zie je het verschil. Ook met die broek. Heel anders weer. Oh ja. Terwijl het allemaal dezelfde maat is. But two different bodies. Ja, echt grappig. Hoe ja, dat, super grappig. Hoe dat werkt. Dan heb ik een tas. Oeh. En ik wist dus niet dat die dat die zo groot was. Oh mijn god. Maar ongeluk bij een ongeluk. Want ik heb eigenlijk zo'n tas nodig voor werk. Want hier past dus precies mijn laptop in. Dus volgens ik mij. Oh ja. Zit precies zal, in. Zal ik eens kerstie? Ja. Oh ja, sowieso. Nou, perfect. Dat is een goede maat ook. Ja, ook niet te groot, maar ook nee. niet te klein. Perfect! Leuk! Ja. Nou, dit hier was ik eigenlijk precies naar op zoek. Nou, hier ben ik echt heel erg blij mee. Ook een tas. Ja. Dit is zo zwaar. Ja. What the hell? Jij gaat gewoon omvallen als je dit om hebt. Oeh. Deze is ook groter dan ik dacht hoor. Ja, ik ook. Ik dacht dat het veel kleiner is. En zo, een crossbody bag. Is big hoor. Ik heb ook een ear pockets. Zo. En dit. Maar dit is wel groot. Maar wel een vibe ook wel weer. Ja. Echt Amsterdam ja. meid. Dit is echt oud pijpen. Ja. Wat heb ik nog? Wat? Kijken, dit ja. Ja, wat is dit voor top? Oh! Dit is die ene top met die mesh aan de onderkant. Maar ik dacht niet dit? Nee. Huh? Maar ik dacht dat die bruin was. Huh? Dit heb ik niet besteld. Oh ja, hier. Mesh. Oh, ja. Huh? Maar dit heb ik. Dit was toch bruin? Ik liet dit gisteren nog aan jou zien. Nou, dit is dus nog een top. Maar die zit dus aan de onderkant. In mesh. Zodat. Kan je zien? Oh, ja. Doorzichtige gaas of zo. Hmm. Wel leuk voor uitgaan of uit ja. eten of zo. Oké, okay, dan hebben we deze top. Dit is wel een, eigenlijk een wat winterse top. Maar ja. moet ook weer niet gaan overdrijven, want we zitten gewoon nog in maart. Hey, ik vind het echt mooi hoor. Ja, ja. gewoon leuk voor uit eten. Ik dacht niet, maar wel. Gewoon ja. Niet heel overdreven. Nee. Maar wel gewoon net even leuk. Ja. Ook mooi. Ik ben zo blij met deze broek. Ik heb voor het eerst in mijn leven een goede leren broek. Ik heb dat niet. Ja. Maar ja, het gaat natuurlijk om die top. Maar die is ook heel leuk. Het laatste ding voor mij is deze set voor de zomer. Beetje Mathilde de Jug vibes. Ja. Beetje een pyjama broek, maar wel cute. Nee, in de zomer. Leuk. Dit met de shirtje. Oh, oh leuk. Oh, oh cute. Leuk en je doet dit open. Ja. En dan zo. En dan een witte top eronder. Ja. Ja. Cute. Hele leuke set. Oh, ik ben super blij met alles. Leuk! Oké. Nou, dit is de laatste set. Kijk hoe cute. Ik vind het echt super mooi. En de hier. Oh, echt leuk. En met de tas. Oh. Ik vind het zo cute. Dank je. Naked. Echt mooi. Op zich wel een leuke trui, denk ik gewoon. Zwart-wit gestreept. Oh, oh. De kwaliteit is echt goed hoor. Heel goed. Nou, hartstikke oh, leuk. Waarschijnlijk. In de paniek. Paniek mode. Ja. Ik moet bestellen nu. Maggie, hoe moeilijk. Oh my god. Is echt een hele dag job. Ja. Nou. Om dit te bestellen, je denkt, oh leuk. Ik mag kleding bestellen, ja. maar het kost zoveel tijd. Het volgens is echt moeilijk. 3 uur ja. en de volgende dag. Ja, we hebben er echt lang over gedaan. Okay. Maar daar heb je ook wat. Ja.
superleuk. En dan als laatste hebben we nog deze trui. Heel erg leuk. Ook weer leuk. Voor mij is het echt helemaal geslaagd, want letterlijk alles past. Ja. Alles past, alles zit goed. Alles is leuk. Dus ja, ik ben helemaal happy. Peace out. Nou, Maggie, ik vind dat je het echt super goed hebt gedaan. Ja, ik ook, denk ik ook. Maar ik moet even meer, hoe zeg je, exercise? Oefenen. Ja, een beetje meer, maar ik kan me goed. Ja, maar het gaat gewoon hartstikke goed. Nee, ja, nou. Dus ja, laten jullie maar weten wat jullie ervan vinden. Ja, van mijn Nederlands. Ja, en van, ja. Ja. Wanneer gaan we nou met Nederlands met P? Vrijdag. Ja, Mackie mukbang. Dan gaan we oh my god, Mackie mukbang met Maggie. Nou, ja. Dat is de titel. Maar echt, Mackie mukbang. Ja, de dag dat dit online komt. Ja. Zijn we dus nu, en dan gaan we dus ook weer Nederlands. Dus ja. Goed voor Nederlands. Voor nu alleen Nederlands met Maggie. Ja, Nederlands met Maggie. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik ben echt heel erg blij met het item. Ja, ik ook. Echt blij. Dus we gaan jullie veel voorbij zien. Bedankt, Naked! Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Vond je de video leuk? Vergeet het zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Je kunt natuurlijk supporten door te abonneren, te volgen op Instagram, TikTok, allemaal samen verwoord. En It's Lovely Maggie. Ja! Yeah. En je dat wilt. Ja, duur! En dan zie ik jullie heel snel weer. Doeg! Yes, I'll be on my way now. Just give me a...